We waren dus een heel klein werkgroepje met z'n drietjes. En we hebben een wisselbeker gekocht. En we zijn de hele buurt afgelopen. De prijs is ingesteld door het wijkcentrum De Oude Stad, die deze onderscheiding de Alke Buysma Geveltuinprijs heeft genoemd. En Alke Buysma was ook iemand die heel erg ging voor sociale cohesie in de buurt. En hij vond het groen in de buurt het instrument om mensen met elkaar te verbinden. En ze komen elkaar op straat tegen en ze hebben ineens een onderwerp om het over te hebben. En zo is het begonnen. Dat is het hek van Sonja Barend bij Speeltuin De Waag. Die heeft ook een keer prijs gewonnen. Schrijf jij het op? Ja. 33A. Ja, deze heeft een keer opnieuw gestaan. Voor op de cover. Mooiste roos van de buurt. 22 nominaties. Dat wordt dan zo oranje, rode. Bijen en hommels. En wat voor de foto's? Een helemaal twijfel. We zijn fan. Ik vind het sowieso heel fijn, zeker nu, dat er steeds meer geveltuinen komen. Heel belangrijk, ook vanuit biodiversiteit. Ik vind het toch wel heel erg blij verrast dat die geveltuinprijs in zoveel jaar nog bestaat en helemaal plaatsvindt in de Zuiderkerk en er zoveel belangstelling voor is en mensen op afkomen. Nou, ik was er ook trots op. Ik zei nou, ik zit in de geveltuinjury. Nou, doe vooral iets aan je tuin of aan je gevel. Maakt niet uit wat, potten, pannen, tegeltje eruit. Alle kleine beetjes helpen. Gewoon doen. Ga gewoon door. Het wordt vanzelf mooi.